In de spraakmakende reality-serie Een huis vol emigreert zien we hoe de familie Jelis hun vertrouwde Tollebeek achterlaat voor het Spaanse Pinoso. Terwijl kijkers genieten van het avontuur, reizen zorgen over de weloverwogenheid van hun beslissing en de financiële haalbaarheid. De familie deelt nu een update met KRO en CRV. Zes maanden na hun emigratie blijkt de elfkoppige familie goed te aarde in Spanje. Janneke deelt enthousiast, het gaat heel goed met ons. Het leven in Spanje doet ons echt goed. De emigratie heeft ook positieve invloed op de relatie tussen Janneke en Johan. Ondanks de drukte, vooral door Johans werk in de bouw en de eigen verbouwing op vrijdag en zaterdag, genieten ze samen van het Spaanse leven. Echter, niet alle gezinsleden passen moeiteloos in hun nieuwe omgeving. De oudste kinderen ervaren het als lastig en missen hun leven en vrienden in Nederland. Janneke begrijpt hun moeilijkheden en geeft hen de ruimte. Jenny overweegt zelfs tijdelijk terug te keren naar Nederland. Ondanks deze uitdagingen hebben de ouders liever een gelukkig kind in Nederland dan een ongelukkig kind in Spanje. Na de verbouwing hebben de Jelis nog grootse plannen. Ze hebben een pand in een naburig dorp gekocht om daar een bed en breakfast te beginnen. Janneke benadrukt dat ze flexibel blijven en openstaan voor de wensen van hun kinderen. Ze hebben zichzelf twee tot drie jaar gegeven om te wennen, met de mogelijkheid om terug te keren als het echt niet gaat. Zo blijft het avontuur van de familie Jelis in een huis vol emigreert boeiend en vol onverwachte wendingen.